Yeah, you better. Yeah, you better. Yeah, you better. Hi guys en welkom bij de allereerste aflevering van onze nieuwe podcast Secret Society. We zijn 5 vriendinnen en deze zomer gaan we ons samenzetten met verschillende inspirerende personen. Ik ben Michelle, jullie host van de podcast en ik zit hier samen met Melie, Zoe en Isa. Hi. Als 5 hebben we ook nog Maddie, zij was zich bezig met alles achter de schermen. Hi. En dan natuurlijk, last but not least, hebben we vandaag onze eerste gast hier in de studio. En dit is namelijk niemand minder dan Lize Verijn. Welkom. Welkom. Dankjewel. Ik ben vereerd. Ja, Lize, om het ijs te breken, heeft Maddie 5 korte dilemma's voor u. Oké. Okay. Are you ready? Oké. Moet ik heel snel antwoorden of mag ik dan een beetje uitleg geven? Ah. Je mocht wel een beetje uitleg geven. Okay. Yeah. Ja. Model of actrice? Ah, actrice. Niet moeilijk. Hollywood of Vlaamse showbiz? Hollywood. Vlaamse showbiz dicht bij mijn choker. Oh. Dierlijk of Antwerpen? Antwerpen, sorry, dierlijk. Reizen of festivals? Moeilijk. Reizen, denk ik toch, ja. En het meest actuele, blond of brunette? Ik ben fan van blond nu. Ja, wij ook. Ja. Okay. Ja, de laatste keer dat we je zagen op Tomorrowland had je nog bruine haren, maar ik vind ook het blond echt heel mooi. Ja? Het staat u echt, ja. Ja. En dat was vorige week, hè? Dus dat is echt net gebeurd. Ja, ja, dankjewel. Ik heb ergens gehoord dat bruine ogen en blond haar een van de 7 schoonheden is. Dus, dat heb ik precies ook gehoord, ja. Maar dan moet het wel natuurlijk zijn, denk ik, toch? Of mag je vals spelen? Mag je blonderen? Ik ga het vals spelen. Blond haar, bruine ogen. Ja. Yes. En wat is het nog? Een splitje tussen de tanden? Dat is ook raar, vind ik. Tasje beauté. Een tasje beauté. Sproetjes. Sproetjes ook. En een groot voorhoofd. Ja. Een groot voorhoofd. Dat vind ik zo naar haren. Dat is toch raar? Dus er is toch niemand die zegt van... Oh, nu zou ik een keer graag een groter voorhoofd hebben. Pas op, want Rihanna heeft echt wel het grootste voorhoofd. Dat is wel een front. Alleen ligt wel echt. Ja. Dat zijn 5, 6 vingers. Makkelijk. Ik vind dat vaak heel grote modellen vaak een groot voorhoofd hebben. Ja. En misschien liever een groter voorhoofd dan een klein voorhoofd. Ja. Nee, maar Lize, vraag je, zet je eigenlijk in één keer mond kunnen gaan? Normaal alleen. En mijn kapper was daar zelf verrast door. Want hij zei nog van... we gaan dat waarschijnlijk in 3 keer moeten doen. Dus ik verwachtte mij zo wat raar rostachtig. Ik dacht van, oh, ik moet dit overleven. Ik moet naar die podcast op. Maar hij was eigenlijk zelf enthousiast dat het zo blond was. En heeft zelfs een interview gegeven aan het Nieuwsblad de dag daarna van, kan iedereen van bruin naar blond gaan? Ik was eigenlijk aangenaam verrast en ben wel content. Ja, ik ga het omgekeerd doen. Ik denk dat ik nu naar bruin ga gaan. Is dat? Ja, toch nog eens een switch maken. Echt? Terug wat is het wel? Maar ik switch de hele tijd. Nu wil ik terug zoals natural gaan. Oké. Bon. Elise, staat u wel goed aan blond. Maar ja, natuurlijk, de bruin zal u ook staan, uiteraard. Dank u. Goh, we hebben eigenlijk enorm veel research gedaan over u natuurlijk voor deze podcast. En we zagen dat je wel actrice, zangeres, schrijfster, je hebt je eigen modelabel, model. Wat is nu eigenlijk je hoofdberoep? Het liefste wat ik zou... hetgeen wat ik het liefst mijn hele leven zou doen, is acteren. Maar ja, dat is natuurlijk... Dat is gelijk zeggen zo tegen een kindje van... Ja, wat wil je later worden? Hey, prinses? Dat voelt zo'n beetje als... Ja, dat is iets wat iedereen wilt. En ik ben heel gelukkig dat ik echt de voorbije 8 jaar echt wel veel mooie rollen heb mogen spelen. Ik prijs mezelf daar heel gelukkig voor. Maar dat is natuurlijk niet gezegd dat dat de rest van mijn leven zo zal zijn. En dat is het mooie aan de job ook, dat je telkens moet blijven uitdagen om effectief je best te doen op castings, echt het niet te laten hangen en echt te zorgen dat je teksten goed kent. Niet for granted te nemen. Maar ja, dus in een ideaal scenario speel ik zo om de 2 jaar een schone rol. Dus dat hoeft niet de ene rol naar de andere te zijn. En heb ik daarnaast nog de andere projecten die ik ook superleuk vind.
Ja. Okay. Dus het moet niet alleen acteren zijn. Dus ik vind de combinatie wel heel leuk. Maar acteren is ook heel graag tot mijn 90ste doen. En dat kan ook, je kunt mee spelen. Ja, inderdaad. En Lisa, misschien eventjes te beginnen bij het begin. Je hebt je eerste grote hoofdrol als Marie Boesmans gedaan. En dat was dan in de serie De Vlaamse Velden. We hebben die toevallig een paar dagen geleden op Netflix gekeken. Oké. Okay. Ja, en ik vond het wel echt, echt supergoed gespeeld. Hoe was dat eigenlijk? En hoe heb je dat op jonge leeftijd eigenlijk... Ja, hoe heb je die hoofdrol eigenlijk kunnen krijgen? Dat is een beetje op het juiste moment, op de juiste plaats zijn. Maar wel gewoon, dat is zo wat mijn levensmotto. Zorgen ook dat je op het juiste moment, op de juiste plaats bent. Want ik was op dat moment... Ik heb een acteeropleiding gedaan in het Lemmens Instituut, in mijn middelbaar. En dan het jaar daarna dacht ik, ik wil even iets anders doen. Dus dan ben ik naar Milaan gegaan voor modellenwerk. En het was eigenlijk toen dat ik in Milaan zat, dat ik telefoon kreeg van kijk, er is een casting voor een nieuwe Vlaamse serie en ze zoeken echt een hoofdrol. Het gaat echt voor België big budget zijn. Hè. Dus het is wel belangrijk dat als je kunt, dat je komt. En ik dacht, weet je, dat klinkt wel iets voor mij. Dus ik het vliegtuig genomen, maar wist ik veel dat er nog 300 andere meisjes ook gevraagd werden voor die eerste casting. Ja. Ik ben zo blij dat ik wel op dat moment heb gezegd van kijk, ik heb echt geen rotte frank, maar ik ga toch dat vliegtuigticket boeken en naar België komen. Want wie weet heb ik het. En dan ga ik mijn eigen toch nooit eens kunnen kwalijk nemen, stel dat ik het niet heb, snap je? Mm-hmm. Maar dat waren nog 7 castingrondes, dus ik heb echt heel veel vliegtuigtickets moeten boeken. Pijnlijk. Ja, de laatste keer was van New York, want dan was ik modellenwerk in New York aan het doen. Yeah. Maar goed, als ze dan zeggen van kijk, we willen echt dat je afkomt van New York... Ja, dan weet je wel dat de kans bestaat dat ze... Dan gaat het echt maar tussen nu en iemand anders. Of dan willen ze echt heel zeker zijn dat jij het gaat kunnen. En ik heb dat dan gedaan. En zo ben ik kunnen beginnen. Maar ik had heel veel chance. Ik had echt geluk. En hoe oud was je toen? Ik was toen... net 18. Ja, net 18. Net van middelbare school. Okay. En je zat toen ook al alleen in Milaan en New York en zo dan? Ja. Cool. Ja. En voor welk merk of wat deed je daar dan? Of? Dat is eigenlijk dat een agentschap u daar wilt castings geven. Dus eigenlijk, het is niet dat je naar daar vertrekt met het idee van ik ga voor Calvin Klein of gelijk wat een shoot doen. Maar het was van, dat agentschap gelooft in u en zij willen nu elke dag castings geven en dan... Ga je daar naartoe en dan hoop je dat je jobs hebt. En in Milaan is dat heel goed gegaan. De eerste 3 weken waren spannend. Maar dan had ik mijn haar kort gedaan. En dat was zo de periode dat zo boyish, dat heel in was. Mm. Kent je het zo? Ofwel moesten vrouwen echt veel borsten hebben en heel sexy zijn. Ofwel moest dat heel tomboy zijn. Yeah. En dat was zelden met mannen eigenlijk. Dus mannen moesten ofwel zo super gespierd zijn... Ofwel moesten zij heel mager en zo'n beetje vrouwelijk zijn. En ik zat dus echt daartussen. Dus ik had op het juiste moment mijn haar afgedaan. En ik heb echt oprecht nog een show gelopen als man. Dus dat ik zo wat moest... Allee. En voor welk merk was dat dan? Carlo Pignatelli of zoiets. Een Italiaans merk. Hmm. Maar ik weet dat ik als enige meisje gecast werd tussen al die tomboys, al die mannen op die show. En ik dacht echt van, am I happy with this? Maar voelde je dan zelfs zeker naar buiten? Want als je dan zo'n boyish look hebt... Ja, weet je, nu zou ik me daar veel bewuster van zijn, denk ik. Op dat moment, maar ik keerde niet zo. Ja, 18, je doet... Allez, ik dacht, ik verdien hier geld mee. Super. Ja, sowieso. Ik weet dat ze mijn borsten zelfs afgeplakt hadden. Ja, dat was echt... Zeg, en je zegt dan, van, je hebt in Milaan gezeten, je hebt in New York gezeten. We hadden dan ook gelezen dat je naar LA was gegaan. Ik denk dan misschien dan iets later wel, op 23 jaar. Ah, wel, maar dat is, dat is dus hoe pers werkt. Ah, oké. Ik had gezegd mijn plan is om naar LA te gaan. Ik ben niet geweest. Oh. Maar dat is dus verschenen. En ik ben niet geweest. En dat is verschenen dat ik daar in LA zit. En ik dacht echt van, moet ik dit zeggen? Moet ik nu? Ik kan moeilijk een persbericht uitsturen dat ik er toch niet zit. Maar dus dat is niet gebeurd. Ja. Nee, omdat het ding was met LA, ik heb wel een Amerikaanse agent. En het was echt het idee om naar daar te gaan. Maar... Het is zo moeilijk om een green card te krijgen. Het is zo moeilijk om daar een agency te krijgen. Dus je moet al eigenlijk je moet een agency hebben. Je moet dan
de chance hebben dat je audities mocht doen. Mm-hmm. Maar dat is echt voor de bijrollen, want de hoofdrollen worden gewoon gecast. Als je niet bekend bent daar, ja, dan is dat echt om een keer te passeren. Op de achtergrond moet je ook auditie doen. Dan denk ik van, ja, eigenlijk waarom? Als ik hier in België mooie rollen mag spelen, waarom zou ik daar achteraan de rij gaan staan? Dat is een heel andere wereld. Ja, zou dat een meerwaarde hebben gegeven, denk je, aan je carrière? Maar ik heb een Amerikaanse film gedaan, maar die vanuit België uitgekomen is. Maar, allee, dus... De auditie was in België. Dat was een co-productie ook. We hebben gedraaid in Praag. En de film is nooit uitgekomen, omdat dat was met fraude en van alles en nog wat. Mm-hmm. Maar ik heb wel een keer de sfeer mogen meemaken van zo'n Amerikaanse filmset. En Adrian Brody, die zo een Oscar heeft gewonnen voor The Pianist, speelde daar in de hoofdrol. Mm-hmm. En ik was dus zijn tegenspeler. En dus dat was een hele coole, zotte ervaring. Mm-hmm. Hè? Dus dat was zalig. Maar die kans had ik nooit gekregen als ik in Hollywood had gezeten. Snap je? Dan ben ik gekozen geweest omdat ze letterlijk Belgische mensen moeten hebben om Belgisch geld te kunnen steken in die film. Snap je? Okay. Dus eigenlijk ben ik nog altijd fan van hier in België alle kansen te grijpen in plaats van daar achteraan in de rij te gaan staan. Ja. Toch niet de American Dream dan? Ja, nee. Maar ik wil liever hier een zalige carrière en een zalig leven dan zo... Ja. Daar misschien Hustelen, ooit een keer een film of zo. Ik denk dat dat een beetje overroepen is. Ja, misschien allemaal goed, omdat je er niet geraakt zijt uiteindelijk. Ja, voilà. Ik ben blij dat ik niet geweest ben, inderdaad. Nee. Het meest recente wat wij van u hebben meegekregen of gehoord hebben, is dat jij de hoofdrol hebt bij het theaterstuk The Broken Circle Breakdown. Ja. Super nieuws. Super... Ja, proficiat. Ja. Een super rol. Maar we waren dus gisteren... de podcast aan het voorbereiden en aan het bespreken. En die film is uitgekomen in 2012, denk ik, film. Ja. Dus 10 jaar geleden. En ik heb die 10 jaar geleden gezien. Ik dacht, kijk, ik ga die gewoon opnieuw kijken. En gewoon het allemaal. En ik vind dat zo'n mooie film. Ik vind dat echt heftig, een van de... Heftig verhaal. Maar ik vind hoe dat beeld en die muziek gewoon zo in elkaar is gestoken. Ik vind dat echt een van de... Ja, het is echt een topfilm. En oorspronkelijk was dat een toneelstuk. Ik weet niet of je dat wist. Ja. Dus dat is, denk ik, 15 jaar geleden of zo, was dat een toneelstuk geschreven door Mieke Dobbels en Johan Heldenberg. Die dus ook de rol speelt in de film. Mm-hmm. En het is dus nu het originele stuk dat we opnieuw spelen. Voelt jij een extra druk om zo'n rol aan te gaan? Want dat is de hoofdrol die jij hebt, Alabama. Is dat echt... Een bepaalde druk die je dan voelt? Of neem je dat aan gelijk een of andere rol? Ik was vooral vereerd als dat vroeger. Mm-hmm. En ik vind het wel extra spannend, omdat het op theater is. En om een of andere reden voelt film veiliger. Allee, dat klinkt misschien stom, omdat dat dan uiteindelijk voor een groter publiek is. Maar je kunt wel een teken een keer opnieuw doen. Als je een draaidag hebt en je hebt allemaal scènes, bedoel, dat gaat over 5 minuten televisie. Mm-hmm. Snap je? Dus eigenlijk veel moeten niet van buiten leren. Terwijl nu dat stuk, we staan met 2 acteurs op een podium en 4 muzikanten. Mm-hmm. Dus dat is 1,5 uur dat wij met ons 2 moeten vullen met tekst. Yeah. En ik was echt aan het denken van... Oh, ik tekst vergeet, man. Ja, dan is dat echt wel... Ja, wat zullen we dan doen? Wat gebeurt er als je zo je tekst vergeet op het podium? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik echt... Show must go on. Nee? Ja, de show must go on. Maar stel je voor dat je zo'n blijk hebt. Maar ik denk dat dan je tegenacteur dat wel zal... Ja, maar toch. Maar opvangen. Dat je moet volgen, hè. Niet? Ik ben niet van plan om... Stel dat hij een blackout... Om zijn dat tekst van buiten te leren. Ja, wel. Ja. Snap je, dat is zo. Dat is echt, daar heb ik al veel over nagedacht. Misschien moet je haar niet bang maken. Ja. Nee, bang maken. Nee, maar ik ben me nu al aan het voorbereiden. Snap je? Dus we gaan in april in première. En vanaf maart beginnen we echt met repeteren. Mm-hmm. Oh, dan pas? Dan pas, ja. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat daar zo'n jaar overheen ging. Of, allee, ik weet dat niet, hè, dat je dat zo... Nee, ja, wel, ja, dat is dus voor mij ook allemaal nieuw. Ah, oké. Okay. Ik zei ook dan pas. Is dit wel de eerste keer dat je op theater of op podium moet staan? Ja, professioneel wel. Ik heb zo vroeger heb ik musical gedaan. Ja. Maar dat was mijn groep met 70 man op een podium. Dus die druk bij jezelf ligt net iets minder groot. Ja. Maar ik ben dus nu wel al mijn monologen aan het van buiten leren. Dus ik heb berekend dat als ik vanaf nu elke... om de 2 weken een monoloog leer, dan kom ik er. Goh. Dus ik moet wel gewoon... Hoeveel pagina's heeft het script? Weet je dat? Het is denk ik iets van een 40 pagina's of zo. Maar ja, dat is wel volle tekst. Okay. Ja, je moet dat wel echt kennen. Want je kunt daar niet op podium staan en...
Nee, nee, voilà. En het is ook zo... Allee, het zijn veel monologen. En ze hebben als voorwaarde gegeven van... Kijk, je mocht dat stuk doen. Maar het is wel echt belangrijk dat je het, dat je het, dat je het exact doet zoals dat wij het hebben, ja, hebben opgeschreven. Want die hebben daar zo goed over nagedacht, over die tekst. Dat snap ik ook wel. Die hebben over elk woord nagedacht dat dat wel echt... juist moet zijn. Ja, want uw tegenpartner is toch rol van de stukken. Ja. Had je er direct een klik mee? Of je weet dat nog niet, omdat je nog niet bent begonnen met repeteren? We zijn nog niet begonnen met repeteren, maar ik ken Roel wel een beetje. Ah, okay. Ja, ja. Ik ben ooit flauw gevallen. Hoezo? Op de televisiesterren. En, ik weet het niet, ja. Ik val nogal snel flauw. Dat gebeurt af en toe een keer. En toen... Ja, dat zijn dan van die dingen dat je weet van... Oké, hier gaan ze over schrijven later. maar, oh wel. Dus dat is echt mijn eerste ontmoeting met Roel geweest. Op de Vlaamse televisiesterren. De laatste keer dat ze hadden uitgezonden, was denk ik 2015 of 2014, zoiets. En ik was aan het praten met hem. En op een bepaald moment, ik voel me zo licht worden in mijn hoofd. En ik denk, wat is dat hier nu? En het volgende moment dat ik me herinner, is dat ik met mijn benen in de lucht lig. En dat ik denk van... Een roem onder stukken. Allee, dat is toch goed. Dus ja, maar hij heeft heel goed voor mij gezorgd. Ja, maar ik dacht van, is dit een droom? Ik heb niet Nee, ja, maar dat is een superlieve man. Dus dat komt echt wel goed, denk ik. Wat ik mij misschien ook nog afvraag, vind je dat moeilijk om je in zo'n zware rol in te leven? Moet je daar speciale dingen voor doen? Of... Ik denk dat ik heel blij ben dat ik zelf geen kinderen heb. Ja. Ik denk, als je kinderen hebt, dat dat echt... Ik zei dat straks ook tegen haar. En mijn oudste zoontje is juist 6 jaar, dus dezelfde leeftijd. Ja. En ik zei tegen haar, als ik dat kijk, dan lig ik daar weer zo weken van wakker en te malen. Ja, Nee, dat ik kan me dat echt perfect voorstellen. Ja, en ik heb het zelfs nu, als ik zo die teksten dan leer, dat ik echt moet huilen. Maar het is ook wel echt, dat wil ik wel zeggen, het is echt een grappig stuk ook. Dat is zo goed geschreven. Het heeft... alles wel. Zo. Het is, en ook zo die muziek maakt het ook wat lichter, snap je? Het is van die hele mooie muziek, bluegrass, en die band is fantastisch goed. Dus het is niet alleen maar 1,5 uur blijten. Oh, ja. Pak wel een zakdoek mee. Maar ik bedoel, het is niet voor constant. Ik heb dat wel gedaan, amai. Ik heb dit dus, ja, die film is heftig. De film, ik heb die deze ochtend gezien. Okay, ik heb aan de regels, dus ik ben sowieso emotioneel. Maar ik heb echt gejankt, gelijk. Echt gewoon de hele film lang gejankt. Ja. Letterlijk. Ja. Snap ik, ik heb dat ook aan het doen. Ja. Maar Lisa, nu we bezig zijn over schrijven, je hebt zelf ook 2 boeken geschreven dan over Marie Bosman, dus je eerste hoofdrol eigenlijk. Hoe gaat dat allee, in zijn werk als je zo jong bent? Ik zei ook tegen de meisjes, allee, ik heb al moeite op mijn 21ste moment een examen te slagen, laat staan om boeken te schrijven. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat eerste boek was eigenlijk... Dus het eerste boek is het dagboek van Marie. En je ziet zo mijn personage heel vaak schrijven en tekenen in dat dagboek. Ja. En ik had echt zo voor die eerste rol, ik dacht, kom, ik wil zo alles op alles zetten. Ik had zelfs mijn handschrift aangepast. Dus ik had zo'n heel bol handschrift, zoals heel veel coole jonge meisjes. Maar bon, in de oorlog schreef ze anders. ik had dus echt... Want anders nemen ze zo een handmodel die voor de inserts op het hand die schrijft, dat iemand anders is. Mm. Maar ik vond dat zo leuk om dat ook te leren. Dus ik heb dan echt zo calligrafie geleerd en dat ook zelf leren schrijven en zo. En zo de tekeningen, ja, ik teken heel graag. Dus zo de begingeneriek van In Vlaams Veld heb ik mogen tekenen. Oh, cool. En dus alles in het dagboek heb ik dan ook zelf getekend. En ik weet dat ze dan toen het idee hadden om... Want ze doen dat heel vaak, hè, bij zo'n reeks, om een boek uit te brengen. Ik weet dat ze toen het idee hadden om dat dagboek uit te brengen. En dat ze dat dan door een ghostwriter gingen doen. En toen dacht ik van, ja, maar ik vind dat heel moeilijk. Want ik heb me zo hard ingeleefd in dat personage. En ik schrijf ook wel graag. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik een keer gewoon een poging wagen. En dan kijken of dat lukt. En daar waren ze enthousiast over. En dat eerste boek heeft dan goed verkocht. En toen moest er een tweede boek uitgebracht worden. Wat ik dan natuurlijk ook niet door iemand anders wou laten doen. Maar ja, dat was wel iets anders. Want het eerste boek was het verhaal van de reeks. Dus ik kon letterlijk de scènes volgen. Ja. Ik moest niet denken aan een spanningsboog of gelijk wat. Mm-hmm. En het tweede boek moest en historisch correct zijn. En moest spannend zijn. En moest nieuwe personages hebben, maar ook nog genoeg oude personages. En dat op zo'n jonge leeftijd en over zo'n zware onderwerpen. Ja, dus dat was wel een uitdaging. Vooral omdat, ik weet, we moesten dat... In mei hebben ze dat gevraagd. En toen moesten ze ook al de najaarsbrochure uitbrengen. Dus met andere woorden, moesten toen al zeggen van... Er gaan 160 pagina's in dat boek zijn.
En ik had dat nog niet geschreven. Dus ik wist, ik moet hier nu tegen dan een boek schrijven. 160 pagina's. Oké. Wat is met prentjes? Dus is dat heb ik ook op mijn thesis gedaan. Gewoon prentjes. Ja, standaard. Gewoon prentjes, ja, voilà. Ja. Zeg, en als dat al allemaal niet genoeg zou zijn, dan heb je eigenlijk daarbuiten dus je eigen modelabel. Heb ook gezien, samen met je zus. Ja. Atelier Verijn, ja. Als ik me niet vergis. En dan heb je armbandjes van hand gemaakt. Ja, leder en ja, tassen en sleutelhangers en zo. Hoe is dat eigenlijk dan tot stand gekomen? Ja, we hebben zo vroeger thuis altijd zo zelf dingen gemaakt. En zo. Ik heb zo zelf mijn eigen communiekleren genaaid. Echt? Zag er echt niet uit. Het is wel cool om te vertellen. Ja, het was echt zo'n paarse pofbroek. Ik heb het aangehad. Bijgehouden? Ja, dat moet ergens nog in die dozen zitten. Ik denk dat dat heel gênant zou zijn. Ja, mijn mama vond dat dan zo leuk dat ik het zelf had gemaakt. Oh. Maar toen dacht ik van, moeder, eigenlijk moet je mij daarvoor beschermen. Nee, maar dus wij waren wel altijd graag met onze handen bezig en zo. Dus dat was eerder iets van, oh, dat zou leuk zijn om een keer zo'n cursus te volgen. En dat was een 4-jarige opleiding, Marokkijnbewerker heette. Ja. Maar dat is zo in het weekend, hè. En dus ja, ik had dat samen met mijn zussen gedaan. En dat ging goed en dat was leuker dan verwacht. Yeah. En zo sneller resultaat dan verwacht. En dan, ja, zo is dat uitgekomen. En mijn zussen eigenlijk, zij hebben alle twee hun job gekwit en zijn volledig daarvoor gegaan. En voor mij is dat ideaal voor zo de periodes dat ik niet aan het acteren ben of zo, kan ik... Maar je maakt die ook dan zelf dan, in de periodes dat je niet acteert. Ja. Oh, wauw. Ja. Maar mijn zussen zijn wel ondertussen, want we bestaan nu 6 jaar en zij doen dat elke dag, dus zijn zij wel echt heel goed... Allee, die hebben dat echt in hun vingers. Ja. Terwijl, ja, ik mag zo... Ja. Allee, ze zien nu wel graag aankomen. Ja, ik mag de dozen gooien. Ja. En zo marketing lang en zo wordt ook gedaan door u. Door jullie, de marketing en alles aan de hand. Ja. En hoe lang doen jullie dat al? Zeven jaar dit jaar. 7 jaar. Oké, dat is ook al een tijdje. Ja. Mooi. Ja. Maar je wilt geen winkels openen? Nee, want het ding is... Allee, ofwel moeten we dan echt het businessmodel volledig omgooien. Maar nu, wij maken dat dus zelf in ons atelier in Deerlijk, waar dat echt gigantisch veel handwerk is. Mm-hmm. Maar ja, je wilt geen duizenden euro's vragen voor je handtas. En natuurlijk, als je dat in winkel slaagt, je hebt daar een marge voor nodig, et cetera. Dus eigenlijk, om de tussenpersoon weg te houden, door de tussenpersoon weg te houden, kunnen we daar een redelijke prijs voor vragen. Maar als we dat niet doen, ja, dan zal iedereen diep in zijn pocket mogen grabbelen. Ja. Zeg, en hoe is dat om met uw zussen dan zo samen te werken? Dat is wel leuk. Ja, dat is tof. Ja, heel leuk. Ja, we komen overeen. Want jij doet dat ook, hè? Ik doe dat met mijn zusje. Ja. Alleen niet zo op extreme basis. Wij hebben eigenlijk haarspel, dat doen wij. Echt? Ja, en dat is leuk, want jij bestudeert alle twee. Maar dat is ook heel niche. Ja, en we studeren alle twee, dus we hebben daar ook tijd voor. Ja, dat is fijn om te doen. Maar inderdaad, ja, gelijk zij zegt, ja, bijvoorbeeld, ik bewaar al de stok bij mij thuis. En dat is dan wel vaak zo, ja, als je dan alles moet doen bijvoorbeeld, zou dat zo zijn van, ja, kunt jij dat dan doen? Ja. Maar gelijk gezegd, ja, als jullie daar een duidelijke regeling over hebben, je zussen doen meer dan nu, dan is dat... Maar je moet dat zo wat aanvoelen. En mijn zus, ik kan me dat voorstellen dat wel lukt. Ja, tuurlijk, want die zijn twee handen op één buik. Ja. Allee, dan is dat al veel gemakkelijker. Ja, of je kunt een keer iets hebben van, echt, fuck dat, maar... Het is je zus, dus je kunt het bespreken. Het is toch? Ja, dat is waar. En zeker als je alle twee studeert, kan ik me voorstellen van, dat je niet alles op moet vestigen of zo. Nee, je hebt ook je leven daarnaast ook en dat komt er dan bij. Ja. En dat is dan tof. Maar dat is wel bij je, als je zegt van ja, mijn zussen hebben hun job daarvoor opgegeven. Ja. Voor hun is dat natuurlijk dan wel echt hun ja, dat is waar. En dat geeft wel een redelijke druk, hè. Dat merk ik ook wel. Maar ja, ze tuurlijk. Hebben ook alle twee veel kinderen. Veel. 3. Nee, 3 en Jan en 4. Maar ook jong. Allee, ook voor hun 30ste. Niet zo lang. Hoe oud werd je eigenlijk? Ik was 21 bij mijn eerste. 21 bij je eerste. Ja, echt een baby having a baby. Amai, ja. Ik heb er wel echt geen spijt van. Nee? Maar nu heb ik ook wel echt genoeg kinderen. Ja, ze heeft serieus gas gegeven sinds haar 21ste. Ja, even gewoon 25 klaar. Klaar en dol. En had jij pampers gekocht? Want mijn zus die was 22 en die haar kind was geboren. En dat is zoiets van... Ah, ja, pampers. Just. Oh. Dus die had geen pampers gekocht. Ja, bij je eerste zit je voorbereid, dus alles was in orde. Ah, ja. Bij je derde, ja, niks is in orde. Die komen, ja, we zien het wel. Yeah. We figure it out. Ja, zot wel eigenlijk. Ik had nog een vraagje. Ik denk heel België
was surprised om je te zien in The Masked Singer. Dus je weet dat je super mooi kunt zingen. Wat we waarschijnlijk ook gaan terug horen in het theater. Maar als je zo'n voorstel op je afkrijgt, is dat iets waar dat je over twijfelt? Of had je daar twijfels over? Of zit je daar gewoon meteen 100% in gegaan? Ik had er echt mijn twijfel. We hebben tot het laatste moment getwijfeld. Echt? Ja. En moest ik dat niet met Aster kunnen gedaan hebben, dan zou ik dat niet gedaan hebben. Nee. Maar gek genoeg, mensen verwachten dat niet. Het was echt Aster die dat eigenlijk wel wou. En wat hield u dan tegen? Ja, maar het probleem is, ja, dat klinkt stom, maar dat zijn allemaal superleuke programma's om aan mee te doen. Maar zo, ik wil het liefst acteren, snap je? En, en van zodra dat je echt te veel andere dingen doet, of te veel in de media komt als jezelf, of te veel, ja, ik bedoel, ik zou nu ook dingen kunnen presenteren of zo, maar als je daarvoor kiest, dan kunnen mensen je niet meer zien als blanco blad om, snap je, een rol te spelen. Oh, yeah. En dat is echt stom. En de reden waarom dat we de Masked Singer dan wel hebben gedaan, is omdat dat maar één keer is, dat ze u zien. Snap je? Hij staat er letterlijk met een pak. Ja, ja, ja. Dus ze kunnen raden wie dat erin zit, maar ze weten het eigenlijk maar één keer. Ja. Ik wist het wel van begin, van de eerste nog. Van echt waar. Echt? Ik luister naar 19 Minutes, dus ik had Assel in stem. Ah, ja, ja, ja. Wat meteen gewoon al door. Ik dacht, ja, dat zijn ze. Echt? Wist iemand het eigenlijk? Of mocht dat tegen niemand zeggen? Nee, natuurlijk. We hebben dat tegen elkaar gezegd. En dat was wel gemakkelijk dat wij dat konden delen. Er moet één iemand zijn die dat wist. Ah, wel, dat zou ik dus ook denken. Ik zou dat niet kunnen zeggen. Nee, mijn papa, die wist het zelf. Toen dat wij ontmaskerd werden, zelfs dan zei hij, maar dat is hun stem niet. Ik had wel een filmpje gezien op Instagram. En dat was wel heel leuk als jullie zo je masker afdoen en hele familie zo, oh my god. Dus, Maar het gekke was wel, dus je kunt dat eigenlijk heel gemakkelijk geheim houden, omdat dat is een jaar daarvoor opgenomen. Hè. Op dat moment is niemand daarmee bezig, snap je? Oké. Dus dan heb ik heel veel radiospotjes opgenomen. Dus ik was heel veel weg. Maar dat was voor The Masked Singer en niemand vroeg daarnaar, want dat was op dat moment ook niet op tv, snap je? Dus dat was niet Want dat zou ik me wel afvragen, bijvoorbeeld als jullie daar dan elke week opnames voor moesten doen, heel toevallig je vrienden bellen, dan kunnen we niet opnemen, want uiteindelijk was dat niet zo heel moeilijk om dat geheim te houden. Ja, okay. En een keer dat dan op tv was, dan leek het al zodanig lang geleden dat je denkt van, oké, nu gebeurt het allemaal, maar... Ja. Maar merkte je wel een groot verschil als je zo op straat wandelde, was mensen je sneller herkenden? Dus dat had je niet gedaan. Ja, vooral een ander publiek. Ik had dat is toch echt zo... Ja, tv-programma's, dat is toch de meeste mensen die dat kijken. Anders dan zo films of series. Ja, inderdaad. Zo, ik had zo tot dan bijna alleen nog maar dingen voor de VRT gedaan. En Astro ook uiteraard, als VRT-gezicht. En dan vooral veel kinderen, hè. Echt veel kinderen keken daarnaar. Dat is echt zot. Ja. En kinderen zijn zo een dankbaar publiek. Dat is echt... Ja, die zijn zo schattig. Alleen voor carnaval superveel kleiner. Heel schattig. Ja, je hebt nu al zoveel gedaan. Alleen wat hebben we nu al allemaal besproken? Actrice, schrijven, zingen. Maar toen je jong werd, dan moet het toch niet evident zijn om zo te beginnen aan zo'n carrière. Wie heeft je eigenlijk zo gesteund van het begin dan? Wie dat er mij gesteund heeft van het begin. Wie steunde je zo om deze weg in te gaan? Maar... Mijn ouders hebben mij gewoon altijd alles laten doen wat ik wou. Allee, zo... En wat dat wel zot is... En dat waren ik was echt zo'n academische truts. Hè. Zo gitaar, tekenles, dansen, musical en toneel. Zo al die alles, dingen. Ja. Dus geen sport. Wij ook niet. Ik heb wel. Sure. Dansen. Ik heb gevolleybald. Twee weken. Ja. Je hebt het komt uit. En ik heb judo gedaan. En je hebt judo gedaan? Ik heb judo gedaan. Dat is wel heftig. Vandaag al dat getackle. Isa heeft me dus op Weekend Dance. Hè, dus we waren afgelopen 2 dagen op Weekend Dance. Okay, we waren allemaal een beetje aangeschoten op het einde. Die heeft me daarin getackled. Ik lag daar dus gewoon plat. Kop in zand. Gewoon rechtuit. Iedereen erom, dan lag ik echt gewoon heel fijn. Isa weer ik heb het gelacht. Filmpje, dus. Dan moet je dat zien op de socials. Dat zie je nu. Nee, we zijn ook eigenlijk echt tot. Maar ik vind dan het cool dat je zo, je zo super artistiek bent. Ja. Maar ja, en dan kunnen we nog altijd kiezen wat de licht hebben. Maar dan ben je echt van jongs af aan dan toch. Ja, zo'n toneel vond ik superleuk. Alleen was ik wel mega nerveus om op het podium te staan. Dat vond ik echt... Dat zou je niet zeggen. Nee, helemaal niet. Nee, toch wel.
Ik weet nog dat we zo de musical... Ik speelde zo mee in een groot musicalgezelschap, maar zo amateur. Hè. En dat was anderhalf jaar repeteren om dan 23 voorstellingen te spelen. En dat ik dacht van, oh, dit repeteren is zo leuk. En dat voelde een beetje als een jeugdbeweging. Ja. Dat ik dan dacht van, en waarom moeten wij ook effectief dat optreden doen? Dus ik dacht, waarom kunnen we niet gewoon repeteren en overgaan naar een volgende productie? Ja. Maar uiteindelijk was dat dan toch het leukste, hoor. Ja, natuurlijk. Ja. Je kunt nu de laatste jaar alles wat met Aster delen. Want hoe lang zit je samen? 4,5 jaar. Hmm. Ja. Toch al 4,5 jaar. Ja. Wat zeg, en jullie kennen... Oh, amai. Micro gaat mee. De micro laten staan. Weer al, zeg. Sorry voor de zin. Jullie kennen elkaar allemaal van op school of zo? Van waar dan? Ja. We go way back, hè. Ik denk al 10+ jaar allemaal wel. We wonen allemaal in een heel klein stadje in Genk. Ja. En al onze scholen liggen ook op één straat. Dus dat is eigenlijk heel normaal. Ook al hebben we niet samen op school gezeten. Je weet wel wie is, of die kent die, of die is bevriend met die. En dan hebben sommigen van ons dan samen vakantiewerk gedaan. Heel intens. Studentenjob. Wat zei ik? Vakantiewerk. Horeca. Dus ik stond achter de bar. En zij, dus Zoe en Madina... stonden in de bediening. In de bediening. Okay. Ja. En dat zijn echt memorabele tijden geweest. Ja, maar echt... Ja. En ja, de rest zaten we eigenlijk samen op school. Ja, op school. We hebben zelfs nog op lagere school samen gezeten. Ja. Bij middelbaar. Mm-hmm. Wij ook middelbaar. Ja. En jullie zijn allemaal even oud ongeveer dan? Ik ben een beetje ouder. Ik ben 29. Ah ja, oké. Okay. Van 93 ook? Ja, dus we zijn van 95. Ja. Dus. Ah ja, oké. Ja, maar ze zeggen altijd als je mensen al 8 jaar kent, of als je 8 jaar vriendinnen bent, dat voor de rest van het leven is. Ja, we good. For life, guys. No way out. Naar elkaar kijken van... Nee, yeah. Zeg maar, Chatty. We hadden het over Aster. Hè. Je zit nu 4,5 jaar samen. Mm-hmm. Jij zit bekend. Hij is bekend. Heb je daar soms zo wat... Niet issues, maar zijt je bijvoorbeeld een jaloers type? Heb je daar problemen mee als hij zo wat aandacht krijgt of zo? Ik denk wel dat het goed is dat we alle twee een beetje in het wereldje zitten. Ja. Yeah. Ik denk dat je dat moeilijk kunt begrijpen als iemand heel veel berichten krijgt of heel veel wordt aangesproken of zo. Mm-hmm. En dus wij zijn wel zo vooral samen bekend. Dus dat is op zich wel een leuke. En ik ben ook heel blij dat hij niet acteert. Want dat zou ik een lastige vinden, dat hij meer rol zou krijgen dan ik. Dus er is wel wat competitie. Maar nee, dat zou dan zijn. Maar dat dan is wel. Niet. Maar van nature ben ik wel eigenlijk een beetje jaloers. Maar dat is, ik denk, jaloezie, dat komt toch uit een onzekerheid, toch? Als er is een mega sociaal, chille persoon die is super in trainen met zichzelf... Die weet wat hij wil, die weet wie dat hij is, die weet wat hij gedaan heeft, die weet wat hij gaat doen. En dus die is echt gewoon op zijn dooi gemak. En gelijk wat iemand over hem zegt, het kan hem niet schelen. Mm-hmm. Terwijl ik ben net iets onzekerder en ik denk van, oké, wacht, ik moet me blijven bewijzen. En ik voel me niet 100% zeker daarover en daar ben ik een beetje onzeker over. Dus natuurlijk, Alijs... Dan zijn ze sneller jaloers of dan zijn ze sneller onzeker, snap je? Dus, dus dat is wel een verschil tussen ons. Maar ik kan wel... Ik ben heel blij dan dat ik met hem samen ben. Langs de ene kant is dat lastig, omdat dat contrast redelijk groot is. Mm-hmm. Langs de andere kant, ik leer daar wel ook veel van. Wat je zeggen, ja. Oh my god. Zo, we krijgen ook wel wat over ons heen of zo. En vroeger, tot een jaar of 3 geleden... Zou ik mij dat allemaal aantrekken? Zo, als ik een keer commentaar krijg of als mensen gemene dingen sturen of zo, dan zou ik denken van, oh nee, het is waar. Gewoon, de dingen die je raken zijn dingen waar je zelf onzeker over bent. Mm-hmm. Terwijl ik kan nu echt, gelukkig, kan ik dat bekijken en denken van, amai, ik ben echt content met mijn leven eigenlijk. Ik bedoel, als je me bezighoudt met zo'n berichten te sturen naar mensen, dan is dat toch echt een triestig leven. Ja, ik groeit daar ook in uiteindelijk. Ja. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar nu zelfs zo'n beetje schrik voor, omdat dit is ook iets nieuws voor ons. Ja. En dat gaat de eerste keer zijn dat wij dat... Mies nu niet, bijvoorbeeld. Maar ook al zijt je bijvoorbeeld niet onzeker over iets, ik denk dat je wel onzeker kan maken als mensen dat dan beginnen te benadrukken. Ja. Of die maken iets waar dat jij totaal nog niet onzeker over waart. Gaat jij opeens over twijfelen of over nadenken? Ja, dan ga je beginnen over nadenken en zo. Ja, en pas op, mensen gaan dat doen, hè. Maar je moet gewoon denken van... Maar ten eerste, waarom? Wat is de beweegreden van die mensen om dat te doen?
Dat is gewoon omdat die zelf misschien denken van, oh shit, ik wil ook iets doen. Of ik wil... Mm. Allee. Ja. Je leert daar uiteindelijk misschien gewoon mee omgaan. Wat is zoiets wat u dan bijvoorbeeld al geraakt heeft? Want ik weet bij mij... Allee, meestal heb ik echt een olifant. Dus er is wel weinig wat me raakt. Maar ooit was er wel een artikel waar stond dat ik een slechte moeder was. Oh my god. Ja, totaal. Een artikel? Frontpage. Welke krant? Welke krant? Het was een roddelmagazine. Een roddelmagazine. Oh nee, dat is echt wel niet En ik weet dat ik daar wel even zo twee keer van moest slikken van... Waarom? Waarom haalt je mensen? Nee, maar ik kan me wel echt inbeelden dat je ook wel iets zult gehad hebben waarvan je denkt... Dit trekt mij echt aan. Ja, maar ik denk echt... Want inderdaad, ik kan me voorstellen als je kinderen hebt en ze raken aan je kinderen of zo. Dat zou ik echt wel niet aankunnen. En zeker als dat zo een... Kom, dat is een journalist die wordt betaald om dat te schrijven. Alsjeblieft, een keer je best. Ja. Dat vind ik, dat is zo. En dat mensen dat kopen. Mensen die dat kopen en mensen die dat gaan noemen. Oh, sorry, maar nee, dat vind ik echt belachelijk. Ja. Dus ik snap echt dat u geraakt heeft. Ja. En om die zo misschien om even terug te gaan naar je relatie, zeg je van omdat jij onzeker bent, maar is het ook vaak niet dat iemand jaloers is als je partner niet echt vertrouwt? Like je zegt, als er is in het reinen met zichzelf, je hebt gewoon vertrouwen in hem, dan is het ook veel gemakkelijker. Allee, dan hoef je eigenlijk ook niet jaloers te zijn, toch? Nee, dat is waar. Maar ja, toch denk je van... je weet het nooit. Ja, zeker. Dat is waar. Ik heb jullie samen in het huis gezien. Ja. En daar waren jullie zo... Allee, ik vond dat super cute, want ik moet zeggen, ik ben thuis ook wel zo heel... lovey-dovey. Ja, lovey-dovey. Ja, zo klef. Ja. Zijn jullie ook altijd zo? Allee, dat leek wel zo. Ja, we zijn heel groot in alles, vind ik. Oké. Dus we zijn super lovey-dovey, maar we kunnen elkaar ook echt haten. Ja. Nee, we zijn denk ik... Maar dat is goed. Want, ik bedoel, ik beleef al mijn emoties heel groot. Absoluut. Mm-hmm. En Aster wekt ze allemaal los bij mij. Dat is goed, dat moet maar kennen. Maar dat is goed, want we gaan nooit met ruzie slapen. En dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Je hebt koppels die nooit ruzie maken en dat werkt dan misschien voor hen of zo. Maar voor ons zou dat niet werken, omdat dat bij mij opgekropt zou zitten. Yeah. En op een dag gaat dat toch ontploffen en dan is dat niet proper. Nee, maar, dat is waar. Terwijl nu... Ja, ik kan echt met het hand op het hart zeggen dat alles wat ik ooit al gevoeld heb of zo, of twijfels of gelijk wat, ook al is het pijnlijk, hebben we al een keer uitgesproken. En daardoor gezond, zijn we nu hier en weten we gewoon, we willen eigenlijk echt heel graag de rest van ons leven met elkaar delen en dat op de best mogelijke manier doen. Mm-hmm. Dus echt gewoon met alles uit te spreken. Ja. Ik vind dat ook wel heel hard van jullie af straalt. Ja, jullie zijn heel cute samen, dat straalt je echt uit samen, vind ik wel. Dat is lief. Ja. Maar jullie zijn beide ook gewoon twee zo sociale personen. Ja. Dus dat klikt wel. In het begin, als je dan vraagt van wat raakte u? In het begin raakte mij dat echt dat mensen dachten dat onze relatie vals was. Dus er waren echt mensen, zo roddels, die dan zeiden van maar dat is allemaal fake en dit en dat. En het is voor de show. Het is voor de show. En ik denk van, en eigenlijk als ik daar nu over denk, waarom heeft mij dat geraakt? Ja. Maar bijvoorbeeld, ik volg je al lang op Insta. En je post zo vaak van die grappige dingen waar je met jezelf lacht of ludieke foto's van Aster. Allee, jullie kunnen toch echt zo met jullie zelf spotten, wat super cool is. Want ik zou het zelf niet nadoen. Van waaruit komt dat dan eigenlijk? Ik vind dat oprecht echt gemakkelijker dan zo... Serieus bijvoorbeeld. Of altijd mooie, perfecte foto's posten. Ik vind dat bijna meer jezelf blootgeven van... Een foto waar je vindt dat je goed op staat. En als je dat dan post en dan... Weet je eigenlijk dat mensen weten dat jij vindt dat je er goed op staat? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm, dus als ik zoiets heb van... Oké. Ja, ik ben dom en belachelijk. Super. Dat vind ik oprecht een gemakkelijker om te posten. Dan, ja. Snap je? Ja, ja, dat is wel interessant. Uit onzekerheid dan ergens. Ja, ik interesseer me echt niet in. Het er ergens tussen zegt. Ja. Maar dat heb ik ook wel. Ik haat dat dus om een foto te posten. Want wat doe ik? Ik kijk mijn eigen foto's. Dus dan ga ik op mijn profiel en dan kijk ik naar die foto en dan heb ik die 10 keer gezien en dan denk ik, eigenlijk sta ik daar toch niet mooi op. Oh, ja. En dan doe ik die weg. Dus waardoor dat eigenlijk voor gezorgd heeft dat ik dat max één keer in het jaar zo'n foto zou posten. Ja, en dan word je kei onzeker daarvan. Ja, dus dat snap ik wel. Dat is wel waar. Terwijl als je zoiets post en mensen... Ja, maar dat is eigenlijk echt allemaal zo stom, want je bent zo afhankelijk van...
wat dat mensen reageren. Als mensen haha zeggen, dan denk ik al, jee. Yeah. Mensen zijn eigenlijk echt zo kleine, zielige wezentjes. Hè. Maar oké. Okay. Ja, dat is wel sociale zo, media. Ja. Je zei, als mensen, dan wil je toch heel graag een beetje geliefd worden. En dan... Je wilt... Uw likes en uw comments zijn gewoon uw bevestigingen. Dat is eigenlijk waar Instagram een beetje op draait. Ja, en je hoopt gewoon inderdaad dat mensen u zien voor wie dat je bent. En dat je dat mensen nu niet een op een hoog gevallen trut voelen, vinden. Of, snap je? Want nu je bezig bent over Instagram, deze middag, dus vlak voor hier kwam, had ik ook gezien dat je dat gepost had van die haatreacties. First of all, dat is echt totaal niet oké. Okay. Ja, ik voelde me daar zelfs zo kut over als ik dat zou lezen, maar heb je daar vaak mee te maken? Gebeurt dat vaak? Ja, dat is... Het probleem is als je ooit een keer voor iets zijn opgekomen. En dat, bij mij was dat dan in de zaak van Bart de Pauw. Toen was ik een van die vrouwen. Okay, als je ooit een keer je been stijf hebt gehouden over iets, of je hebt je naam gezet achter iets, dan moet je er rekening mee houden dat je tegenstanders krijgt. Mm-hmm. En in het begin vond ik dat heel heftig, want ik heb toen ook... dat gaat ook over zoiets persoonlijk. En je wil niet dat dat in de media komt... Maar dat is onvermijdelijk en dan gebeurt dat toch. En dan ineens word je daarin meegesleurd en wordt er van alles over geschreven die eigenlijk niet waar is. En mensen hebben er een beeld van en mensen willen bijna ook soms de waarheid niet zien. En op dat moment vond ik dat heel heftig, omdat ik echt toen ook een paar keer een dreigbrief in de brievenbus had gekregen en zo. Dat ik dacht van, dat mijn adres online staat is misschien toch niet ideaal. Nee. Dus dat vond ik dan heel, heel heftig. Maar ondertussen heb ik dat wel kunnen afsluiten. Mm-hmm. En voel ik dat gelijk als ik dat dan vanmiddag deel, heb ik dan vooral zoiets van, jongens, kom, waar houd je nog mee bezig? Please, echt op elke story reageer. Afschuwelijk, grensoverschrijdend gedrag. Dan denk ik van, dan moet je hoe hard kun je fan zijn van buiten de zone? Mm-hmm. Echt waar. Maar wel echt voor... Echt wel super hard respect. Dat je gelijk gezegd van, ik heb mijn been daar stijf voor gehouden. Ja. En ik weet, voor zoveel vrouwen is dat moeilijk. En dat is iedereen van ons wel eens in veel mindere mate overkomen. Maar dan wil ik wel echt even zeggen van vrouw tot vrouw. Echt respect dat je dat wel hebt gedaan. Dat vind ik wel echt heel chic. Ja. Super lief, dankjewel. Zeg, en misschien dan om op iets positiever, een positievere noot te eindigen. Is er iets wat je nog zo... zou willen meedelen? Een droom of zo van u, wat je nog zou willen... doen of waar je mee bezig bent, misschien stiekem en hier wilt verklappen. Zeer gentil. Ik zou vrij graag zo, wat ik heel leuk zou vinden, is zo zo'n serie gelijk zo Friends of gelijk New Girl of zo, dat hebben we hier niet, hè, in België. Nee, dat zou inderdaad dat goed zijn. Echt redelijk lang loopt en dat echt gewoon, goed uitgeschreven is en met goede personages die wel funny is. En genieten gewoon. Ja. Ook zo niet te veel nadenken en gewoon kijken maar toch en iets lachen. Beter dan Familie of Thuis. Maar echt wel zo'n comedy. Zoiets zou ik leuk vinden. Maar het probleem is... dat is dan zeer technisch. Maar in België is er altijd maar budget voor één seizoen. En tegen dat tweede seizoen geschreven is, zijn we 2 jaar verder. Dus zo lang nog dat gebeurt bij ons niet. Ja, Lisa, als laatste hebben we ook eigenlijk een rubriekje waar we de gasten kans geven om een roddel of een misconceptie de wereld uit te helpen. Dus heb jij bijvoorbeeld zoiets wat je zegt, dit hebben mensen nu echt fout over mij? Ja. mensen denken, omdat ik dus slank ben, dat ik niet wil eten. Maar dat is dus... echt niet waar. Ik kan eigenlijk, ik heb een beetje de chance dat ik mag eten wat ik wil en dat ik niet bijkom. Dus sorry daarvoor. En ik eet wel mijn boterhammen op. Oh. Ik heb ze er juist al zien eten. Voilà. Dus we do it. Voilà. De eerste aflevering zit er dan op. Dus aan iedereen bedankt om te luisteren. En voornamelijk aan Lize, heel hard bedankt om onze eerste gast te zijn. Dankjewel, ik vond het een eer. Dit is super van het ook gedaan. Ja. Heel leuk. Madina. Guys, vergeet ons niet te volgen op onze socials. The Secret Society, de podcast. Oké, we zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. See you soon. Penis!